Dit college wordt gegeven in het kader van de voorbereiding voor de farmacotherapie eindtoets en gaat over zwangerschap en lactatie. Geneesmiddelen in de zwangerschap worden vaak gebruikt, zoals u ziet, rond 80% zelfs. Dan zal het vooral over maagzuurmiddelen gaan, lokaal werkende middelen, want zwangerschap gaat nogal eens gepaard met onaangenaamheden zoals maagzuurbranden. Maar zwangeren kunnen natuurlijk ook gewoon ziek worden of ziek zijn, infecties krijgen en kunnen ook lijden aan chronische ziekten. En er staan er een paar genoemd die nogal eens bij zwangeren voorkomen. En die zal je toch ook moeten behandelen, niet alleen voor die zwangere, maar ook voor het kindje, wat ook afhankelijk is van de gezondheid van de moeder. En het geven van farmacotherapie in de zwangerschap kan natuurlijk ook problemen met zich meebrengen. Het kan een negatieve zwangerschapsuitkomst geven, zoals u ziet, een laag gewicht of vroeggeboorte. En de farmacologische effecten van het middel, die hebben natuurlijk niet alleen hun effect op de moeder, maar ook op het kind. En zo kan een moeder die de hele zwangerschap methadon gebruikt hebben, en je hebt erbij die dat doen, daar kan het kind onthoudingsverschijnselen van krijgen als het geboren wordt, omdat het kind dan afhankelijk, verslaafd is geraakt aan zo'n opiaat en het dan niet meer toegediend krijgt. En wil zeggen dat die kinderen dan langzaam afgebouwd moeten worden. Geneesmiddelen die de schildklier beïnvloeden. Zwangeren kunnen natuurlijk een hyperthyreoïdie krijgen. Komt eigenlijk redelijk vaak voor. En dan heb je middelen die de schildklier platleggen, maar dan wordt onbedoeld ook het schildklier van het kindje platgelegd, wat nadelige effecten heeft. Dat is nog best lastig. En geneesmiddelen die het hartritme van de moeder beïnvloeden, zullen ook het hartritme van het kind beïnvloeden. En zo zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Er zijn geneesmiddelen die echt structurele aangeboren afwijkingen veroorzaken. Er staan hier een tweetal genoemd, de spina bifida en de schizis, maar er zijn er wel meer ook aangeboren hartafwijkingen kunnen het gevolg zijn van geneesmiddelen. En als laatste wordt hier genoemd functionele aangeboren afwijkingen, zoals een verstandelijke handicap. U snapt natuurlijk wel, dat kan ook best structureel zijn daarboven, maar het zou ook een functioneel, kan je dat noemen, is een beetje semantiek. Nog wat terminologie. Een middel noem je teratogeen als het leidt tot een aangeboren afwijking. Dus het kan een hartafwijking zijn, of schizis, of dat je je armen of benen mist. Dan zijn er ook embryo- of foetotoxische stoffen die eigenlijk veel vroeger in de fase, of ook vroeg in de fase, de ontwikkeling van het kindje beïnvloeden, zelfs de bevruchting kunnen beïnvloeden. En ook de hele embryo-fetale ontwikkeling. En dan komt er natuurlijk ook een kind uit wat structureel helemaal niet goed is als het al geboren wordt. En dan heb je het ook weer over teratogene afwijkingen. Dus dat is een wat bredere term. De effecten die je ziet van een geneesmiddel op een kind kan je grofweg verdelen in de 3 trimesters van de zwangerschap. Althans, de uitkomst van het middel op het kind zal verschillend zijn in de 3 trimesters van de zwangerschap. Het eerste trimester kan je een abortus induceren, dus dan wordt het kind überhaupt niet geboren. Of er kan een aanlegstoornis plaatsvinden. Je moet zich voorstellen dat in die eerste trimester het kind wordt gebouwd eigenlijk. En na het eerste trimester is het kind min of meer af. Dus dan heeft het 2 armen, 2 benen en een hartje en een long. En nieren. En daarna, de tweede trimester, zal dat het probleem dus niet meer zozeer zijn, maar moet het kind nog vooral groeien. En u begrijpt dat geneesmiddelen in die fase groeivertraging kunnen geven. In het derde trimester zie je de farmacologische effecten, vooral zoals ik die al beschreef, zoals bijvoorbeeld voor de schildklier. En krijg je natuurlijk aan het eind van het derde trimester risico voor de partner. Sommige geneesmiddelen remmen weeën, waardoor de paard slecht op gang komt, bijvoorbeeld opiaten of NSAID's. Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de stolling, waardoor de paard extra bloederig kan worden. En NSAID's kunnen bijvoorbeeld ook te vroege sluiting van de ductus Botalli veroorzaken, wat aan het eind van de zwangerschap vooral een probleem is. Hoe erg het is, en dat is ook geen rocket science, is natuurlijk afhankelijk van dosis en duur van de behandeling. En dat betekent dat als je een geneesmiddel geeft, dat je het liefst zo kort mogelijk geeft
en zo'n laag mogelijke dosis. Maar eerlijk gezegd zou dat voor al uw patiënten moeten gelden. En daarnaast zijn er geneesmiddelen die überhaupt de placenta niet passeren. En dat zijn vooral geneesmiddelen met groot molecuulgewicht. Een mooi voorbeeld is heparines. En daardoor geen effect op de foetus hebben. Dat is natuurlijk handig. Maar die placentaire barrière wordt er sommigen ook wel beschreven als een placentaire zeef. Er gaat geweldig veel doorheen. Maar goed, die grote moleculen niet. En daar heb je dan een voordeel aan, althans dat kind. Als u het nou niet weet, en dat weet u vaak niet, of als u het zeker wil weten, dan moet u terecht bij het LAREP. En daar hebben ze een teratologie informatieservice. En dat is eigenlijk de beste bron om praktische adviezen te krijgen. Veel bronnen zijn ongelooflijk defensief, daar mag je eigenlijk niks van. En dan doe je de moeder tekort. Want die kan ook ziek worden en kan pillen nodig hebben. Maar die teratologie informatieservice is echt steengoed. Daar vind je wat je echt wel of niet kan doen. En dan zult u vinden dat sommige middelen ruime ervaring ermee is, zoals paracetamol, kan je gewoon gebruiken. Er zijn middelen waarbij je het wel mag doen, maar dan moet je dat geeft een farmacologisch effect, daar zou je in ieder geval op moeten controleren. En als het even kan, zou je die middelen dan tijdelijk niet willen gebruiken. Maar ook hiervoor geldt dat je een soort kosten-baatanalyse moet maken, want als zo'n moeder bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgt, is dat ook niet goed voor het kindje. En als de moeder zelfmoord pleegt omdat ze erg depressief is, is dat ook uiteindelijk ook helemaal niet goed. Dus ook dan kan je bewust risico's nemen die over het algemeen wel eens beperkt zouden kunnen zijn. Teratogene effecten kunnen beschreven zijn, vooral bang zijn het eerste trimester, dan ook liever niet gebruiken. En ook daarvoor geldt als moet dan moet het en dan in korte, liefst kort en laag als het kan. En er zijn natuurlijk nogal wat geneesmiddelen waar we onvoldoende ervaring mee hebben. Dat zijn vooral de nieuwere middelen die net op de markt komen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe orale anticoagulantia. Daar weten we echt niet van wat het risico is. En dus kan je het maar beter niet geven en kan je beter naar middelen gaan waar we wel van op de hoogte zijn wat het effect is op de zwangerschap. Dan gaan we nu over naar het onderwerp geneesmiddelen en lactatie. Het gros van de moeders geeft borstvoeding, omdat het eigenlijk beter is voor het kindje. En ook die dames kunnen wel eens een geneesmiddel nodig hebben. Het fijne van borstvoeding is dat je altijd over kan op flesvoeding. Dus als je echt een middel moet geven, kan je het altijd geven. Als je niet over wil op flesvoeding, houd er rekening mee dat er effecten kunnen zijn op de zuigeling, omdat het in de moedermelk terecht komt. Maar het kan ook al effect hebben op de melkproductie en de toeschietreflex, waarbij de hele borstvoeding eigenlijk in de soep loopt. Dan zijn er een aantal nadelige effecten. Die zijn natuurlijk afhankelijk van hoeveel van het geneesmiddel in het kind terechtkomt. En dat hangt weer samen met hoe hoog die bloedspiegel bij de moeder is. En dat hangt samen met een aantal farmacologische parameters. En met name als de halfwaardetijd heel kort is, dan kunt u de borstvoeding zo plannen dat het geneesmiddel al uit het bloed van de moeder weg is en dus niet in de moedermelk terechtkomt. Daarnaast zijn er een aantal eigenschappen van het geneesmiddel die uitmaakt. Of het link is, een groot molecuulgewicht die zorgt ervoor dat het moeilijker in de moedermelk terechtkomt, omdat het de barrière richting moedermelk niet doorkomt. Een analogie van de heparines van daarnet. Hoge eiwitbinding zorgt ervoor dat er weinig vrije fractie is die in de moedermelk terecht kan komen. Vetoplosbaarheid kan ervoor zorgen dat het weer juist makkelijk passeert. En de zuurconstante maakt uit, want de moedermelk is een beetje zuur. En dat wil zeggen dat als je een alkalisch middel hebt, een zuurmiddel is, dat wordt dan gesplitst en blijft dan zitten in die moedermelk en kan niet terug. Dan krijg je ion trapping. En natuurlijk, als het kind al een beetje ziekelijk is, dan zal het er meer last van hebben dan als het een kerngezond kind is. Dus dan kan je ook iets meer permitteren. Praktische aanbeveling, keuze van het geneesmiddel, kies een geneesmiddel waarvan we weten dat het veilig is als het kan. Nogmaals, conditie leeftijd van de zuigeling, een hele zwakke zuigeling, prematuur zou je wat voorzichtiger zijn. Zorg dat het geneesmiddel ingenomen wordt en dat liefst al uit het bloed is voordat je borstvoeding geeft. En natuurlijk, in het laatst kan je de borstvoeding aanpassen, dus je kan die tijdstippen aanpassen. Je kan eventueel flessen gaan geven. Ook hier is een klassificatie voor. Er zijn geneesmiddelen waarvan we zeker weten dat het goed gaat, meest veilig. Daar heb je een categorie, de rode, waarbij je het zeker niet moet geven.
En dan heb je een tussencategorie waarbij we of waarschijnlijk veilig is, of het risico onbekend, komt ook veel voor, of een mogelijk risico is. En daar zou je in eerste instantie terughoudend mee moeten zijn, zeker in deze situatie, omdat je toch vrij makkelijk naar flessen over kan gaan. Het maken van de keuze doe je natuurlijk altijd in overleg met de patiënt. Je moet je natuurlijk altijd in het leven, dus niet alleen bij zo'n borstvoedende mevrouw, in het algemeen afvragen of die farmacotherapie noodzakelijk is. Nou kan je inderdaad bij borstvoeding nog wel permitteren om even te wachten met je farmacotherapie, totdat de borstvoeding niet meer gegeven hoeft te worden. En natuurlijk kijken of er alternatieven zijn. En daarnaast moet je dan afwegen wat het ernst is van de aandoening en de ernst van de moeder. En of dat afweegt tegen de ernstrisico voor de foetus. In dit geval het jonge kindje. Maar deze afweging doe je zowel in de zwangerschap als bij lactatie. Dus eigenlijk geldt dat voor al dus wat op deze dia verteld is. Dames en heren, dit was het. Studeert u maar vooral goed.